Ik heb mijn team weer aangepast en ik heb nu een icon gekocht. Mijn allereerste icon van FIFA 19 is binnen. Ik ga jullie zo laten zien wie het is. Ik wil al heel lang een icon kopen. Ik weet niet of het slim is geweest om de icon nu in te kopen of het nu wel een goed moment was. Ik wilde er gewoon één hebben en vandaar dat ik hem heb gekocht. Dat is heel dom eigenlijk. Ik raad het je ook eigenlijk niet aan om te doen, omdat je niet heel goed weet wat met de iconmarkt gaat gebeuren. Maar goed, laten we maar staan beginnen met de video. Hopelijk heb je er zin in, doe je een blauwpje omhoog en abonneer je op Twinity. Voor de 100k natuurlijk, let's go. Bijna op zoek naar FIFA punten om ook een icon of Neymar of weet ik veel te kunnen betalen. Ga dan naar gamecoachdirect.nl en gebruik de kortingscode Twinity18 bij jouw checkout voor FIFA punten. Een lagere waarde dan de actuele echte prijs. Onze icon, het is dus een centrum mid. Nee, dat is het niet. Het is namelijk een aanvaller, want in-game spelen we anders. Nou, ik ga gewoon meteen laten zien wie het is. Ik denk, het is leuk als jullie nu raden in het polletje wie het is eigenlijk. Ik ga nu een polletje neerzetten en jullie moeten raden wie het is. Het is een Nederlandse icon en hij staat normaal in de spits. Hij staat alleen vooraf op centrum mid. Mensen die echt mijn livestreams zo kijken, die weten dat ik niet enorm veel geld had voor een icon. Mensen die mijn livestreams keken, weten dat ik heel graag Clarence Seedorf wilde, maar die heb ik niet gehaald. Ik ben namelijk gegaan voor een 4-star speler. En het is namelijk Patrick Kluivert, de baby editie. En ik zal jullie meteen uitleggen waarom ik hem heb gekozen. Nou, ik wilde een sterkere, langere spits hebben die graag ook 4-star skill moves had en 4-star weak foot had. Er viel wel heel veel spelers af, omdat heel veel spelers maar 3-star skill moves hadden. Zoals bijvoorbeeld Lukaku. En uiteindelijk wilde ik ook heel graag een icon hebben, waardoor ik eigenlijk al heel snel op Kluivert uitkwam. Die heel snel is, een heel goed schot heeft, fysiek ook best wel sterk is. En in principe alles dus heeft wat ik graag wil. Ik bedoel, wat heeft deze spits niet, om het zo maar te zeggen. Hij heeft alles wat je nodig hebt. En hij is ideaal natuurlijk ook voor de chemistry. Vandaar dat ik heel snel uitkwam op Kluivert. Ik was wel nog eventjes aan het twijfelen tussen Kluivert en Trezeguet. Ik geloof dat ik hem zo uitspreek. Maar in ieder geval, ik ging ze vergelijken. In-game stats vooral ook. Is Kluivert gewoon veel beter. Passing, dribbling, schieten. Physical, alleen iets minder schieten trouwens. En iets minder verdedigen. Maar ja, verdedigen boeit niet. Uiteindelijk is Kluivert dus gewoon beter en ben ik voor hem gegaan. Nou, met de aankoop van Kluivert heb ik helaas wel Varane moeten verkopen omdat er niet genoeg coins zat. Vandaar dat ik nu weer even Mourinho hier heb staan. Ik hoop hem snel te kunnen doorverkopen en dan Varane gewoon weer hier terug te halen. Iedereen staat ook op volledige chemistry. Trouwens, als ik Varane hier neerzet, blijft iedereen op volledige chemistry. En in-game spelen we natuurlijk anders dan dat hier afgebeeld staat. In-game spelen wij nu 4-2-3-1. Ik ben wel nog een beetje aan het kijken of ik dat kan aanpassen. Hier heb ik nog niet echt veel mee geëxperimenteerd. Ik speel wel met lange bal, zodat in principe als jij aan bal bent, dat de spelers voorin meer runs maken en dat je ook makkelijker scoort. Dat merk je op zich best wel. De opstelling ziet er voor nu dan nog eventjes zo uit, met Neymar, Lucas en Kluivert voorin. Middenveld is vrij logisch met Kondogbia, Fred en Kante. Ik heb Kondogbia nu erin gezet in plaats van Fernandinho, omdat die Kondogbia kaart eigenlijk gewoon, ja, toch wel voor mijn gevoel iets beter is. Ik kan ook nog Fernandinho in plaats van Fred halen. Of Fabinho in plaats van Fred. Maar voor nu hou ik ook Fred. Dat vind ik ook een hele goede speler. Maar ik twijfel nog een beetje aan de opstelling. Ik ben ook een beetje aan het experimenteren. Ik kan namelijk gewoon gaan voor 4-2-3-1 natuurlijk. Ik zou ook kunnen gaan voor 4-1-2-1-2-2. Maar ik geloof niet dat heel veel mensen die dit jaar gebruiken. 4-4-2 zit nog wel eens voorbij komen. Maar daar kan ik in principe niet voor gaan. En ik zou wel nog eventueel voor 4-2-3-1 kunnen gaan. Maar dan zou ik Fred eigenlijk aan moeten passen voor iemand als Firmino of zo. Dus voor nu denk ik eventjes nog dat ik in 4-3-2-1 gaan spelen. Maar ik ga nu gewoon een potje spelen. En aan jullie laten zien hoe goed Kluivert is. En even laten zien dat jullie ook Kluivert moeten kopen als jullie de coins daarvoor hebben. Want ik zweer het je, hij heeft in de eerste paar wedstrijden dat ik nu heb gespeeld enorm belachelijk goed gespeeld. En het is echt een hele goede speler. En ik zal jullie laten zien en uitleggen waarom Kluivert op deze FIFA, naar mijn mening, heel erg overpowered is. En het is zelfs maar de baby-editie van Kluivert. Trouwens, wil ik ook even vertellen, zodat jullie een beetje inzien hoe goed, ik heb natuurlijk 10 wedstrijden de loyalty glitch gedaan. Dus vandaar dat ik wel 32 losses heb. Ik ben wel weer in divisie 4 en ik ben nog altijd wel stijgende. Dus ik hoop misschien binnen een paar weken in divisie 3 te komen. Ja, ik heb niet heel veel gespeeld, jongens. Zit in rang 3. Rang 1 is voor mij gewoon onmogelijk. Het aantal potjes dat ik daarmee moet spelen. Maar ik denk op zich wel dat ik steeds beter aan worden ben. En dat ik ook wel een redelijke fut speler ben. Om het zomaar te zeggen. Ik wil totaal niet zeggen dat ik goed ben. Want dat idee heb ik totaal niet van mezelf. Daarnaast is ook net de nieuwe patch uitgekomen. Ik ben benieuwd of we daar wat van gaan merken. Vorig jaar in FIFA was het altijd zo dat na de eerste patch het spel helemaal anders speelde. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we nu een heel ander spel spelen. Dat we niet eens veel FIFA 10 spelen of zo. Nou, dat denk ik ook niet. Maar in ieder geval, het zal wel anders zijn. We gaan meteen kijken naar het team van onze eerste tegenstander. En we spelen tegen een decent BPL teampje, om het zo maar even te zeggen. Gewoon een team dat iedereen maakt eigenlijk. Ik verwacht eigenlijk helemaal geen verschillende gameplay. En iets waar ik trouwens op deze FIFA wel goed in ben,
is in het maken van kick-off doelpunten. En ik zal je een klein beetje uitleggen hoe ik dat precies altijd doe. Kijk, nu heb ik alweer best wel dat ik dreigend ben. En dan moet ik even kijken of daar een speler op kluivert dan meteen. Maar ik ga het je zo uitleggen. Dit is jammer, komt op het hoofd van die verdediger. Maar wat je moet doen, je moet in principe de bal terugspelen met L1. Iedere paas die jij geeft moet met L1 zijn. Deze bal was ingegaan, denk ik, als die verdediger daar dan niet met zijn hand penalty eigenlijk met aan had gezeten. Maar waarom moet je alles met L1 doen? Iedereen loopt diep en de spelers van je tegenstander blijven allemaal stilstaan. Waardoor je heel makkelijk met de kick-off scoort eigenlijk. Ik heb potjes zo heel vaak al gewonnen. Kluivert met zijn eerste doelpunt van de video in de derde minuut. Staan wij met 1-0 voor. Dat is dus een van die voordelen waarom ik een langere spits wilde. Hoekschoppen is ook nog van power. Bij de eerste paal voorzetten. Koppen is heel belangrijk. En Kluivert heeft die statistieken daarvoor. Daarmee laat hij meteen zien dat het een goede voetballer is. En scoort hij meteen in zijn eerste wedstrijd in deze video. Je kunt meteen wel doorgaan, joh. Misschien kunnen we meteen... Nee, dat kunnen we niet. Dog, ben jij hier? Dus kijken, daar staat Kluivert weer. Ja, nou, die wordt niet aangespeeld. Komt hij erop, komt ook bij jou, moet hij maar schieten. Matig. Oh, dit is heel slecht gedaan en het is 1-1. Oh, het is, ja, het is altijd 1-1. Maar het is wel heel slecht verdedigd dit. Mijn eigen schuld. Lucas scoort. Matig dit. Dit is puur, weet je, mijn eigen schuld. Dus hier kan ik niks over zeggen. En nu gaan wij proberen van die kick-off te scoren. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Oh, wat een bal van Kluivert dit. Wat een bal. Tweede paal. Ja, Marcelo. Doelpunt met de rebound van Lucas. Die net ook al scoorde de rebound. Maar dan aan de andere kant. Lucas dus met de 2-1. Kwam eigenlijk allemaal door die paas van Kluivert natuurlijk. Die ja, daar een soort van de assist gaf. Maar dan ook weer net niet omdat Marcelo de bal miste. We pakken meteen weer die bal over. Kunnen hier voor de 3-1 gaan. Dat zou helemaal mooi zijn. Nee, dat gaat niet lukken. Hoppa. Neymar. Kom op, jongen. Oh, wat een bal, wat een bal. Als deze zit, moet het wel een heel mooi uitspelen aanval zijn. Lucas met zijn... Dat maakt hij wel heel lelijk af eigenlijk. Dat had hij veel mooier moeten doen met zijn buitenkantje. Maar hoe mooi was dat samenspel daar tussen Neymar, Kluivert en Lucas. Ja, weet je, prachtig doelpunt. Alleen jammer dat hij dan zo lelijk erin gaat op het einde. Ik heb trouwens laatst een video gemaakt over dat je Champions League kaarten moest inkopen. Nou ja, nu zijn die kaarten eigenlijk veel erger geëxplodeerd dan dat ik dat zelf verwacht had. Als je die video hebt gezien en je hebt gedaan wat ik daaraan zei, dan heb je kapot veel winst gemaakt. Hier helaas geen doelpunt. En ja, dan heb ik gewoon echt een gouden tip daar gegeven die bijna niemand had zien aankomen eigenlijk. Dus met dat gezegd hebben, weet ik ook meteen dat die trainingvideo heel goed heeft gewerkt. En dat misschien wel vaker een trainingvideo moet komen als ik zo'n goede tip kan geven. En dan is het de 87e minuut, of dat is even bedoeld de 48e minuut. Dan is de eerste helft afgelopen waar wij veel dominerender, dominanter, kunnen we dat noemen. In ieder geval, we staan met 3 in voor en we gaan de tweede helft in. En weer laten zien dat Kluivert ook in de tweede helft een doelpuntje kan maken. Sinds ik trouwens deze aanval heb, merk ik wel echt dat het scoren veel makkelijker is. Sinds ik Neymar heb eigenlijk, merk ik dat en ben jij er. Dus ik weet niet, ik heb wel minder moeite met het maken van doelpunten. Waar ik wel op het begin van FIFA 19 wel heel erg veel last van had. Want ik vond het echt heel lastig. En ik doe nog altijd niet echt gebruik maken van het time finishing. Ik weet niet, ik heb daar niet echt het idee bij dat ik het nodig zal hebben. Ik denk wel dat het nodig is eigenlijk. Maar ik score op andere manieren. En ja, tot nu toe werkt dat voor mij. Dus ik weet niet echt of ik het moet doen. Kijk, als ik het goed kan, oké, dan zal ik het doen. Maar als ik daardoor juist met schoten... Oh, het is 3-2. Nee, oké. Als ik juist daar mijn schoten doe voor prutsen, dan moet ik het natuurlijk niet doen. En dat idee heb ik daar tot nu toe wel mee, omdat ik nog niet goed weet hoe het werkt. En ja, dan heb ik het idee dat ik juist een beetje alles voor pruts. Kluivert. Oeh, dat doet hij mooi. En hij krijgt de bal ook nog eens redelijk mee ook. Wat een lelijk doelpunt. Oh, Neto is zo'n goede keeper op dit spel, hè. Dat is echt belachelijk, maar wat een lelijk doelpunt was dat geweest als hij wel zat eigenlijk. Zo, hè, dat is niet normaal. Kluivert neemt de bal heel goed over, speelt hem dan door op Lucas. Zijn passing is ook goed van Kluivert. Dat is natuurlijk ook best wel belangrijk op deze FIFA. En dat heeft hij ook gewoon. Ik bedoel, wat heeft die Kluivert niet voor... Ja, als een eerste icon is het eigenlijk de perfecte speler om te kopen. Dat idee krijg ik steeds meer. En dit is dan toch eventjes een prachtig doelpunt van Neymar tussendoor. Dit is even tussendoor een heel lekker doelpunt. Nou, dan staat het 4-1. En dan zie je dat ik ook op FIFA 19 best makkelijk kan scoren. Lekker counterkantje hier, de ingewisselde Ousmane Dembele kan dan schieten. Nee, dat doet hij niet. Hier komt hij dan bij Goretzka, hij is ook ingewisseld. Ja, en die kan er wel heel makkelijk binnen tikken, jongens. Simpel 5-1 door Goretzka. Ja, nog altijd niet is het dat Kluivert in de tweede helft heeft gescoord, maar ook daarnet. Hij stond er wel bij, maar ja, een nieuw ingewisselde speler met heel veel conditie staat er dan toch iets sneller dan Kluivert, die al bijna 85 minuten in de benen heeft natuurlijk. Dus dat is ook wel vrij logisch
tot Kluivert die dat niet maakte. Misschien kan hij hier nog een kansje krijgen. Bal wordt op Kluivert gelegd. Neemt hem dan met de borst aan. Dat was een beetje slecht aangespeeld. Dan raakt hij meteen wel kwijt. Oh, dus mooie actie van hem. Zo, laatste kantje van de wedstrijd is hier. Ousmane Dembele die op doel afgaat. Kan dan Kluivert nog aanspelen voor het doel. Die weet hem hier binnen te schieten. Terwijl ik niet eens op rondje duwde. Dat doelpunt wil ik eigenlijk even terugzien, want ik drukte niet eens op rondje. Maar Kluivert maakt dan de 6-1. Het komt ook op de naam van Kluivert. Ik denk dat het een eigen doelpunt was. Maar goed, dat zullen we dadelijk even zien in de herhaling, want die wil ik even terugkijken. Kluivert maakt dan toch nog altijd 2 doelpunten, geloof ik. Ja, 1 assist die niet op zijn naam komt. Hij is niet man of the match. Ik denk dat Neymar man of the match is. Of wie? Ja, nee, Lucas is man of the match. Oké. 2 doelpunten voor Kluivert, 2 voor Lucas, 1 voor Neymar en 1 voor Goretzka. Maar ik wil eventjes snel terugkijken naar die 6-1, want dat was toch een heel raar doelpunt. Oké, we gaan even kijken, want ik deed echt niet schieten. Weet ik heel zeker. Let op, jongens, wat hier gebeurt. Ik doe dit. Oké. Ik deed niks schieten, maar hij komt tegen Bailly aan. En wat ik aan mijn voet. En uiteindelijk score ik de 6-1. Ik geloof dat ze dan ook best wel punten krijgen. En zo, omdat ik in rang 4 zit. Dus de tweede overwinning in rang 4. Divisie 4 is het, geloof ik. Maar niet uit divisie 4, ja. Krijgen we in ieder geval 70 punten. Zijn we precies geplaatst voor de Weekend League. Het is ook fijn, kunnen we volgende week Weekend League spelen. Want ik heb deze week niet gespeeld, omdat ik gewoon geen tijd had ook. En we hebben wel 30 puntjes erbij. En voor deze overwinning krijgen we natuurlijk ook heel veel van deze punten. 950, ook dat is mooi meegenomen. En daarmee hebben we ook laten zien dat ons team goed speelt. Dat Kluivert en natuurlijk ook bijvoorbeeld Neymar echt aanraders zijn voor je team. Zeker dat ze spelers zouden kopen als je er coins voor hebt. Lekker team heb ik nu. Verbeteringen weet ik nog niet echt. Buiten natuurlijk Verane die erin gaat komen. Weet ik nog niet echt wie ik allemaal erin wil hebben later. Maar dat zullen we nog wel gaan zien. Hopelijk vond je het een leuke video. Heb je een blauw duimpje omhoog en ga abonneren op Twinity. Dan zie ik jou in de volgende video. Later.